mensen van het kanaal Pretpark Loven. En we zijn hier terug bij het vervolg in onze Minecraft-server. Yes! Ja, en we hebben een probleem opgelost, dus nu kan ik veel meer op de server komen. Zoals jullie zien, ProBouwer. Ik ga de attractie nu openen. Zie je het bordje open nu? Ja? Welk bordje? Het bordje, de ingang van de Revolution. Ah, ik moet naar de Revolution komen. Doe een slash warp Revolution. Ja, Revolution. Ik heb de poortjes even terug toe. Ah, kan ik me open. Kan ik me teleporteren? Ja, met warp. Oké. Okay. Slash warp. Ja, en dan dat eruit. Dat heb ik allemaal ingesteld. Is het Jilve of Jilve? Jilve, zoals jij hebt gezet. Jilve, oké. Okay. Weet je? Ja, Jilve. Jee, yeah, ik sta er! Oh, dat is fucking vet. Oké, okay, loop maar naar binnen. En dan ga je de poortjes openen. Ben je er? Heb je dat gezien wat ik heb toegevoegd? Dat je de attractie kunt openen. Ja, ja, zie ik het? Het is open. Ja, het is open. Yes. Kom maar binnen. Doe ik hem meteen terug dicht. Is nice, hè, man. Ja, hij is aan het lopen, ProBouwer, Jens. Je kunt ook alle hekjes openen. Ja, ja, dat ga ik zo meteen doen, als jij klaar staat. Mensen, dit alles heb ik gemaakt, behalve de attractie. Behalve het, ja, een deel toch. Daar is Jens. Ik heb zo het stuk met de klok. Ja, kom maar naar hier, je moet het eerste karken nemen. Dat doe ik, nee, nog niet hierover. Ik doe het open. Jij moet het open doen, hè. Ga er maar in. Nog niet vertrekken, hè. Ik kom er ook in. Oké, vertrek maar. Woehoe! Ik zal de muziek erbij editen. Nu, oké. Okay. Ik zal ons geluid van onze raad horen. En dan hoort je alleen maar het geluid van de Revolution. Ik ben aan de klok al, hè. Huh? Wat u? Staat de muziek aan? Nee, maar ik ga het erbij editen. Ah ja. Dan moet hij nog iets verzoeken. Die epic klok, ja. Oh ja, groen, geel, jilf. Ja, dingen zijn. Ah ja, ik moet de lichteffecten nog toevoegen. Mm-hmm. Ja, ik moest de lichteffecten nog toevoegen, zal ik ze een beetje wat doen. Mensen, het kan even duren dat we boven zijn, maar ik vind die klok echt nice gemaakt. Ook al heb ik het zelf gedaan. Mm-hmm. Dat daar beneden heb ik ook gemaakt, behalve dat groen heeft herbij toegevoegd. Oké, dat spel dat je er bij de rit doorgaat, dat is wel heel klein. Mm-hmm. Wat bedoel je? Je moest eigenlijk zo heel de gang doorgaan, maar jij hebt zo'n klein beetje gedaan. Hoe zie je dat? Geen ramp. Zie je dat? Ah, je ziet het al. Ja, dat daar. Dat is maar heel klein, zijn jongen. Ja, ja, man. Ja. Eigenlijk moest je onder de baan doorgaan, maar dan helemaal op de grond. Ja, dat gaat zo. Maar ja, het is geen ramp, het is niet de Revolution, het is de Yilvolution. Mocht je doen wat je wilt. Zo dadelijk ga ik de lichteffecten toevoegen. Ja, maar eerst doen we hem helemaal af. Ja, oké. Okay. We zijn bekam boven. Het maakt ook boten naar rechts. Daar recht tegenover ons in. Ja, het maakt ook boten naar rechts trouwens, hè. Dus, Ja, maar dan maakt het niet uit, het is niet de Revolution. Oké, we gaan. Daar gaan we, jongen. Dit heb ik bijgebouwd. Oh jong, ik heb toch een paar lichteffecten. Ja, ja. Oh ja. Dikke spiraal. Ja, hier gaan we. Yay. Team. Jens, keer kind. Ah ja, ik moet eerst uitstappen. Oké, okay, we zijn aangekomen. Okay, dit zijn alle karretjes. Ah ja, ik heb hier dingen. Dat is niet erg, je kunt er gewoon doorrijden. Ja, dat is zodat de mensen er niet doorlopen. En dan de uitgang? Al deze karretjes die moeten gefixt worden, zodat ze als een trein kunnen rijden. Mm-hmm, okay. En dan hier de uitgang? Ja, en dit heb ik dus allemaal gemaakt. Oei, ik heb hier toegang. Eigenlijk heb ik een beetje vals gespeeld, want ik heb het eigenlijk nagemaakt. Maar toch, het is redelijk heel goed gelukt. Inderdaad. En kom naar de shop. Souvenirshop. Ah ja. Ik ben eens curieus. Dus. Oeh jong, ik vlieg echt erop, jong. Ja, dat is echt goed gevonden, ja. Een souvenirklok. Ja, Revolution is een klok, hè.
Kijk, dus we hebben hier een restaurantje. In de kist zit ook de keer. Maar je kunt er vanaf hier niet bij. Kom, we gaan even naar binnen. Ja, kom, koop iets. Ja, daarvoor moet je echt naar binnen gaan. Kijk, je kan hier dingen kopen. Ik heb hier het eten zit erin en de klokken. Wordt te verkopen. Maar wat gaan de mensen moeten geven? Wat? Wat moeten de mensen geven om eten? Ja, ik weet niet. Ja, en op andere servers geven ze de mensen coins. Ah ja, ja, zoiets. Oh, dat is kei nice, ja. Het lijkt dus echt dat die bordjes zo hangen. Ja. Oké, eens checken. Ik heb wat... Nee, ik heb nog geen honger. Ik sta niet op survival. Want je kunt ook slash money doen en dan zie je dat je geld hebt. Oké, ik ga aan de lichteffecten beginnen. Ja. Ja, dus dat is echt wel mooi. Hè. Hier, het restaurantje, kunnen ze eten. Ja. En ik heb nog iets in petto, want dat hebben jullie nog niet gezien. Ja. Ik heb een nieuw Parco Junior. Nieuw? Ah, je hebt het vernieuwd. Nee, die hebben ze toch nog niet gezien. Ja, je, maar ik heb die wel gezien. Hè. Ik dacht dat jij echt ja, iets ja. veranderd dat ik nog niet wist. Nee. Dus het is een ja, die is junior ook wel attractie. Redelijk mooi. Die heb ik zelf gemaakt. Ja, die is wel mooi. Dan hebben we hier natuurlijk weer de paneel van open. En hier tegenover ons, eerst, is het grote, die grote piramide. Ja, die gaan we ook nog eens doen, zoiets. Maar eerst gaan we de Parco Junior doen. Ja, oké. Ik kom eraan. Open de attractie maar. Ah ja. Oké, Jens, klaar? Ja. Ik wil de eerste zijn! Ik wil de eerste zijn! Yay! En de karretjes staan ook al meteen klaar, want... Hé, hey, je hebt hier ook iets geplaatst. Mag dat weg? Nee, ja. Ah. Dat is goed zo. Dat is voor andere mensen die moeten wachten, anders staat iedereen hier. Okay. Nee, foute kant. Ah, fout? Oké. Je moet de eerste karretjes pakken. Oké, even perfect. En dan moet die headstone ook hier staan, hè, Jens, voor open en toe. Oh nee, dat is niet erg. Wat is dit de ingang? Ik heb de andere kant gepakt. Toen ik... Jens, wacht, je komt er ook aan. Ja, dat is... Dat is het probleem. Dat mogen we niet doen als er bezoekers komen. De ingang is altijd langs deze kant, hè. Dus, hier gaat hij. Hopla, ja. Naar boven. Gewoon een random kinderattractie. Okidoki van Bobby Holland, zo kun je het wat vergelijken. En een mooie bloementuin. Ja, alleen weet ik niet Parco Junior waarom hij het zo heeft genoemd. Ja, ik heb ook... Nou doe ik het weer! Wat? Weer al regel afgebroken. Domme kut. Oké, even plaatsen. Allee! Oh, scare. Oh shit. Oh. Hier vooraan moeten er ook nog minecarts geplaatst worden, maar ik ga nu bouwen. Jens gaat nu bouwen en ik ga de doolhof nog even doen. Nu kan ik elke dag bouwen. Ja, yeah, want hij heeft een nieuwe kant. Hier hebben we trampoline, de mooie vuurwerk. Die is af en deze heb ik ook bijgebouwd. Zeg, welke skin heb ik eigenlijk? Gewone, maar die kunnen we nog aanpassen binnenkort. Wacht, ik ga eens checken. Oh, dat is gewoon Steve. He, dus en... hier het systeem. Maar dat kan, ik kan dat altijd downloaden en skin. Ja, ze zijn dan weer... Nee, ja. Dit is mijn favoriete attractie, de Jensput. Ja. Ah ja, trouwens. Als... Oh, dit is ook fucking epic, jongen. Een rood lint. Ja, dat heb ik gemaakt omdat hij bijna klaar is, dat gedeelte. Ja, dus dat is niet nice, jong, dat je die niet deze op... doen we samen kapot. Maar je kunt er wel overspringen, hè. Ja, maar dat is niet erg. Dat is gewoon voor... Nice, ja. Jij gaat dat kapot maken als jij je YouTube-expert hebt gemaakt. Ja. Die hier gaat komen. Perfect, en dan kan ik eraan beginnen. Ja, terwijl ga ik hebben. Ja, deze attractie is echt saai, dat is gewoon... maar ja, het is een molen. Wel lang aan gewerkt, maar wat is die molen geworden? Is dat een attractie geworden? Ah, ja, dat is gewoon zo'n saaie molen, maar het werkt. Dit hier zijn de karkens, dus als je op deze hendel klikt, dan wordt dat verbonden, dan kunnen ze eruit rijden, snap je? Ah ja, oké, ik ga naar de Real Evolution. Ja, en dan ga ik hem even doen. Vond dat een goede naam, Real Evolution. Kijk, dit is gewoon zo'n attractie. Dus dat is niet zo heel nice, maar ja. Dit is nog niet het attractiegedeelte, maar eerder het begin. Allee, begin. Ja, ik weet wat ik bedoel. En dan hebben we hier de doolhof. De ingang, dat is Dino Mummy. Ah ja, je moet mij nog dingen geven, barriers, want ik heb dat nog niet. Nu wel. Hopla. Ja, oké. En dan hebben we hier het eerste moeilijke ding. Oké, ik ga even checken waar kan ik de lichteffecten bouwen. Ja, waar niet te veel licht is.
Het is echt een doolhof. Ja, hier bij het begin heb je al een lichteffect geplaatst, dus... Ja. Oh, die is wel epic, zeg maar. Ja, oh shit, die loopt hier dood. Ah, hier niet. Het is een soort van leuke doolhof, zoals ook in de Efteling is. Maar wel in een groot gebouw. Oh, dit is het toch. Is dit het juist? Ja. Hier is het moeilijke spinwebbendeel. Die gang zouden de meesten nemen. Of wacht, is het hier niet gewoon... Oh fuck, nee, ik denk dat het deze is. Bam, ah, nee. Bam, bam. En als mensen hier wel in zouden gaan, dan loopt het dood. Waar is het dan wel? Ah, ja, hier. Ik heb hem zelf gebouwd, maar... Zo. Druk eens op tab, dan zie je je naam. Kijk, cool. Dan hebben we hier drie deuren. Ja, ik weet dat het deze is. Dan gaan we hier verder. Oh, shit. Dan gaan we hierheen. En dan komen we hier, je hebt me gevonden. Dat is eigenlijk de mummie, zeg maar. Hierbij heb je de doolhof succesvol voltooid. Hier staat dan uitgang. En dan komt je uiteindelijk ook gewoon bij de uitgang uit. Hier dus. Die je altijd kunt betreden. Klik en open. Dan, deze heb ik laten zien, die ook. Deze heb ik laten zien, die heb ik laten zien. Gewoon om te springen. En binnenkort, als de attractie van Jens, dus de Euro, de YouTube Express, hier klaar is, dan wordt het gedeelte geopend. Het gedeelte noemt gebied Jilf en Pretpark Lolfun. Dan wordt dat geopend. Deze zijn nog allemaal gesloten. Hier kun je gewoon niet over. Ja, en hier komt dan de Maze of Illusion. Die is er al. En natuurlijk ook nog de YouTube Express. Wat ga ik aan doen, Jens? Zeg maar Oranje aan het werken, of niet? Ja, nu dan. Ah, ik weet het, want ik ben bij u. Onzichtbaar. En ik ben nu weer onzichtbaar. Hier, hey, ik heb het kapot gemaakt. Dus we gaan hier weer even uit. Het is eigenlijk wel een heel groot gebouw, mensen, zoals jullie kunnen zien. En ook in deze video is er weer een invite. Ah ja, welke? Nou, in deze video is er een invite voor de server. Denk erom, de Parco Sago, de ingang om te vertrekken, want ze kunnen zelf vertrekken, is langs die kant. En je moet het eerste karretje nemen, daarna fixen we alles wel. Dus voorlopig door de plugins. Dus hier vertrekken we, niet de andere kant. De doolhof die zal ik nu eens openzetten, want die is altijd open eigenlijk. Hè. Ja, daar zijn geen plugins voor nodig. Hè. Dat is een fucking ja, easy. Inderdaad. En ik zal ook de Parco Junior even openen. Maar ja, we zetten hem alleen open als de server open is. En nu is er nog maar één invite en die heeft er al een paar keer op geweest op de server. En die heeft ook in het gezicht van een reuzenrad, maar ja, dat werkt niet. En is dat ook een valtoren, Jens? Nee, een valtoren. Dat kan ook wel gebouwd worden. Deze moet echt, nou deze kan ik, ja ik zal deze ook laten opzetten. Ik weet maar nooit, ik zet gewoon hier een minecart. En ik zet deze open en ik zet deze open voor de mensen. Parcos Junior zal ik ook even wel openen voor de zekerheid. Hop. Ja, ik zal het gewoon op deze manier doen. Close. En close. Oh kut, heb je er nu. Ja, zo. Nu is het gewoon open voor als de mensen willen. Oh, deze ook nog. Neem de eerste minecart, mensen, niet vergeten. Er komt hier nog een valtoren, misschien ook een waterslide. Hier komt nog een standbeeldje of zo. En het gedeelte van Jens. Ja, zijn deel moet nog afgemaakt worden binnenkort. Hey Jens. Hij is hier een lichteffect aan het bouwen, super nice ook. En ja, dat hoort er ook wel bij de attractie. Dus mensen, dit was de video. Like en natuurlijk is er een whitelist te winnen zoals altijd. Dus laat gewoon een reactie achter met ik wil een whitelist winnen. En ja, wie weet kan jij dan op de server. Dan zeggen wij nog maar één ding, Jens. Ja. Later. Later.